In 2013 beginnen we met deelproject 6, het meest complexe gedeelte van het project. Hier gaan we twee betonnen buizen van 1,60 meter hoog aansluiten op de rioolwaterzuivering. Tijdens deze werkzaamheden moet de afvoer van het water gewoon door kunnen blijven lopen. Een complexe operatie. Dezelfde uitdaging hebben we bij het aanleggen van de nieuwe overstortleidingen naar de Elsbeek. Ook hier moet het overtollige water tijdens het werk gewoon door kunnen blijven lopen. Tegelijkertijd is de bereikbaarheid van de bedrijven en bewoners gedurende het project een belangrijk punt van aandacht. In dit deelproject kunnen de weggebruikers en de omgeving van de Aukevleerstraat en de Kanaalstraat het hinder ondervinden van de werkzaamheden. De gemeente Enschede beperkt dit uiteraard zoveel mogelijk.